Wat een knop heb jij op je hoofd, zeg. Wat een knop. Gadverdamme. Oh, we houden een abonneerknopje. Oh, abonneer. Oh. Twee niet, mensen. Niet op één. Ja, ook. Ik kan mij inhalen op één, hè? Nee, dat kan niet. Kan zeker wel. Ik heb 440.000 beneden. Twee jaar beneden. Twee jaar. Nou, de kant Ron Beton heeft dit geüpload. Mensen. Voetbal gewoon nog. Dat vind ik nog het bijzonderste. Ja, doe jij intro, mag ik me even verbazen over Ron Beton? Ja, ga even verbaasd daar naartoe kijken. Doe ik even een intro. Mensen, welkom. Vandaag ben ik hier met Mattie. We gaan weer een try not to laugh. Ik zou het try not to laugh zeggen. Het is eigenlijk try not to laugh, Joe. Ja, het is Amerikaans, Engels, weet je. Gewoon op de street zeggen ze. Maar wij ook geen laugh. Zo niet? Nou, fans haat alleen maar op mij. Dat jij beter bent. Ik heb het ook al verteld. En je hebt nog steeds. Jij hebt maar één foto. Ja, maar heel veel mensen. Ik heb echt dozen draaien. Ja. Mensen, we hebben net al Twice a Love opgenomen. Alleen toen viel mijn camera uit. Ik kan uit zacht of oortjes kopen. Ik ben gewoon vooral benieuwd waarom dat zo. Kom jij bij woorden. Ik vind het zo spannend om bij jou in een video te zien. Al nou die koptelefoon. In Nederland is gewoon heerlijk weer. En op een ander moment is het gewoon super slecht weer. Dus ik heb een oplossing gevonden. Ik heb gewoon een jas aangedaan. Je moet er maar op komen, weet je wel. Als ik geen koekje krijg bij mijn appelsap. Maar mijn tip zou zijn, vraag er gewoon altijd zelf om. 10 soorten gamers. Even openen met mijn fans! Ik kan niet editen. Ruben. Mag ik dat tering op mijn hoofd zet? Oh, oh. Ah. Nee, jongens, alle 10 worden ze volgemaakt. Ja, mooi. Gewoon even de offline button gebruiken. Oké, daar gaat hij. Offline. Wat is dit? Van 13 jaar zingt de sterren van de hemel in nee. De Shake it up, shake it up. Woehoe. Dat is de originele. Ik ken alleen die Set Your Mind Free, ken ik ook. Zeg dat de Set Your Mind Free eronder minder slecht was dan dat, wat hij zei. Set Your Mind was gewoon best goed. Why do you like tits of bobs? Why do you like tits of bobs? Bestaat hij nog? Ik heb geen idee. I mean, that was one of the best questions I've ever been asked. Can I look your ass? De turn. Je hebt een great ass. What the fuck? Dit kan toch niet? Dat kan echt niet. Oh, ik vind deze zo goed. Ik vind het zo mooi, dit. Oké, dit is misschien wel een van mijn ziekste escapes aller tijden. Hoe ik daaruit ben gekomen. Oh, no. Dit is wel leuk. Mazzel, dikke akka. Nummer 5. Misschien schil ik wel een appel op de Remy. Snellen geeft hiermee aan dat hij met zijn vroegere pesters nog wel een appeltje te schillen heeft. Zo is dat. Nummer 4. Ik heb slaaptekort, want ik slaaptekort. Boef geeft hierbij aan dat hij slaaptekort heeft omdat hij tekort slaapt. Ja, heel vet. Nummer 3. Krullen op mijn hoofd en ik space aan Biffo. Ja, in huts, dan heb je gewoon krullen op je hoofd. En dus soms space je gewoon in die club, kleine PC keyface of zo. Ja, heb ik heel vaak. Dus ook relatable en hard. Nummer 2. En mijn Sunny is verraderlijk. Van Louise geeft hij mij aan dat de Sunny verraderlijk is. Verraderlijk. Laag. Hodee. Hele zieke line van Kraantje Papi. Waarin hij eigenlijk alle problemen met onze maatschappij onderstreept. Bedankt voor het kijken. Laat suggesties. Was het corona, jongens? Dat is gewoon een standaard IG, leeuw. Als Redlines, deel 2. Oh. 5. Blijf bij mij, ga niet weg, je bent de enige die ik heb. Ronde Flex en Maan zijn allebei keihard aan het simpen. Ze zijn eenzaam. Ronde Flex. 4. Bang, 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 ze wil die dengeleng. Poker vertelt hier aan de dame in kwestie dat hij graag met haar wil trouwen. Een mooi gezin wil starten met 2 kinderen. 3. Ik maak het bond. Bondjas. Ja. 2. Ga maar kijken hoe het danst.
Mark is er gewoon serieus rap blij. Wat de fuck is dit? 1. Mam, je bent jarig. Mam, je bent jarig. Via rechts, via rechts. Bouw in, bouw in. Weet ik, maar ik kan toch niet bouwen hier. Ja, omdat hij een gauw gaat bouwen. Jij bent echt. Ik bouw om je heen. Ik zei toch wel uit. Nee, jij bent echt slecht. Hou je voor. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Wat de. Is dit de. Gaat in mijn huis? What the fuck? Ja. Ik ga stuk, ja. Ik ga op dit ding. Ik ga stuk. Ik ga stuk. Ik ga stuk, ja. Ik ga op dit ding. Ik ben aan het dansen. Me too. Me too. Met nachos. Wat ben ik aan het doen? Stop op. Juicy. Oh, wat juicy, jongen. Ik dacht ook, what the fuck ben ik beland. Ja, wat doe ik hier? Fuck yeah! Fuck! No! No, Shorter! Yeah! Yeah! Hij draait niet eens keer. Dat ik hier ook even mijn woordje over doe. Want nogmaals, dit is niet zomaar iets. Apple, we kennen het allemaal van de iPhones. Kijk, ik heb hier toevallig ook zelf een iPhone. Met een Royalist Popsocket. Royalist.nl. What the fuck?! Een schoolvriendje even met je doen, dan kan ik het natuurlijk ook zien, hè? Wat, nou, anders ga ik wel gewoon op jouw plek. Ja, dat jij hier gaat zitten gewoon. Ja, ja. Realistisch. Pak af. Dit is... lieve katjes, Edgar en Scoopy vinden het namelijk altijd heel erg fijn als ik nog voor slaap eventjes de kattenbak doe, zodat ze allebei met een fris toilet de nacht in kunnen gaan. En ja, laat eerlijk zijn, wij als mens vinden dat ook chill, toch? Dat we gewoon lekker een fris toilet hebben. Als we in de nacht nog even naar het toilet moeten, dat je dan gewoon een fris toilet hebt. En dat is eigenlijk net zo met dieren. Die vinden het gewoon chill. Dat gaat het ook? Een standaard routine te worden. Dat is ziek in kamer dan. Zo, dat was even goed saai. Dat hoor je niet. Ja, kap prima dicht. Dus, hier drop ik al mijn vlog. Ik dacht van, ik laat maar gewoon een vlog. Wat zei je? Hier drop ik altijd mijn vlog. Hier drop ik al mijn vlog. Ik dacht van, ik zie ik slecht, een knip. Van mij, iemand van buiten, ergens op, weet ik veel, 20 meter lopen, droppen, dat niet erg is, want ik regent, is toch even vervelend. Ik had het wel weer doen. Dit was even goed saai, zeg. Ik heb autisme. Mag ik een blok? Nou, mooi. Daar zijn we dan in ieder geval over eens, Paul. Dan hoeven we daar ook voor nu nooit meer over te hebben, alright? Dus dat is dan ook waar ik vandaag het over wil hebben, namelijk mijn kant van het verhaal. Het gaat namelijk allemaal om deze twee opmerkingen die gisteravond naar mijn hoofd zijn geslingerd door... Waar is jouw tas, D? Die hebben we weggegooid. Oh, die is ook gewoon weg. Die heb je bij het vuil gegooid. Echt vies, want je handen ruiken ook gelijk. Stront! Ja. Mensen, dankjewel voor het kijken. Wat? Dankjewel voor het zijn. Abonneer op Koen 2, we willen 100k. En abonneer ook op Koen 1, want we willen Mattie inhalen. Ja, doe gewoon. Maar abonneer ook op mij, want we willen Robbie voor blijven. Ja, dat ook. Dankjewel voor het kijken en... Doei. Doei.